Minister Prahlaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft gisteren de Raad van Toezicht van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, NIVS, geïnstalleerd. Het NIVS is in het leven geroepen in het kader van de algemene voedselveiligheid. De internationale vereisten die gesteld worden aan exportproducten kunnen door het NIVS beter worden gecontroleerd, waardoor Suriname minder kansen loopt op de vingers getikt te worden. Het NIVS ondersteunt het beleid van het ministerie van LVV dat erop gericht is de veiligheid van geproduceerd voedsel te garanderen, maar ook gericht is op de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.